Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 27 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is weer lekker koel buiten. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Even kijken hoor. Het is 19 graden en ik heb lekker de boel openstaan. Dus dat is heerlijk, zodat het een beetje lekker weer door kan waaien. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van en de BNB Vol Liefde. Ik vraag me soms af bij het programma, waar halen ze de mensen vandaan? Sommigen zijn echt een beetje vreemd, maar oké. Het was wel weer leuk. Ik heb daarna even een Tropenjaren gekeken. Ik vind dat ook wel een hele leuke serie. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb wat foto's bewerkt. Ik moet er nog wel eventjes een paar doen. En toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix, die ook steeds spannender wordt. En het leuke is, normaal ben ik heel erg zoekende, maar ik weet nu gewoon al wat ik hierna wil gaan kijken. Ik ben alweer een paar series tegengekomen waarvan ik denk, die wil ik graag gaan volgen. En ik heb Flikker gekeken, dat was ook een heel spannend vervolg. Ik kreeg een heel lief envelopje binnen van mijn moeder met een briefje erbij. En daar zat heel leuk een nagellakje in. Dit kleurtje, super leuk. Ik vind ook echt het dopje heel leuk met die blaadjes erop. Delia Cosmetics, het is een bio nail enamel. Het is de Green Philosophy. Het is dus een vegan nagellakje. Nou, ik vind hem echt super leuk. Ik hou van nagellak, ook super leuk kleurtje. Dus mama bedankt, ik ben er echt super blij mee. Ga ik binnenkort lekker dragen, want ik vind hem echt super leuk. Over de Vibra gesproken, daar heb ik een pakket van binnen gekregen. Dat was een beetje een gedoetje. Ik had namelijk een pakket besteld. Ik zal zo even laten zien wat erin zit. Die kreeg ik vorige week donderdag binnen en ik maak dat pakket open en er zit een hele andere bestelling in. Wat bleek? Er zat een bestelling in van iemand anders. Ze hebben waarschijnlijk de stickers bovenop de doos verwisseld. Dus ik had een pakket van iemand anders. Nou, dat was een beetje vervelend, dus ik heb de Vibra gemaild, want ik had het via de webshop besteld. Dus dat moet je via de mail doen. Dat duurt tot maximaal 3 werkdagen voor je daar wat van hoort. Dus ja, ik hoorde eigenlijk niks. Toen had ik maandag had ik van DHL dat een retour, dat er een retour was aangemaakt. Die heb ik gisteren weggebracht en vandaag is dus wel mijn juiste pakket binnengekomen. Maar dat vond ik niet heel fijn dat dat zo is gegaan. Oké, het is ook maar mensenwerk, dus het kan gebeuren, een foutje. Maar het was wel eventjes jammer. Ik ga zometeen eventjes de boel hier doen. Ik ga straks eventjes boven blaadjes bijmaken. Daar ga ik jullie dan even bij meenemen. Want ik moet weer even blaadjes maken voor mijn Must Journal. Zodat ik weer even verder kan met plakken en zo. Dus dat wil ik even doen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie eerst eventjes dat pakket laten zien. En dan ga ik daarna eventjes aan de schoonmaak. Hier is het pakket. Deze is ook iets compacter als die andere. Ik vond die andere ook wel erg groot. Ik heb hem even opengesneden. Daar zit in deze crackerdoos. Ik had vorige week crackers gehaald. Ik moet nog een goede doos verstoppen, dus die zit erin. Dus dat is wel leuk, want Mickey die bijt plastic kapot. Dus die zou dat gewoon weer vrolijk kapot gebeten hebben. Dus dan kan je het beter in een trommeltje bewaren. Ze had ook al lang op de schuiten gezeten, had ze de onderkant al niet overgeknaagd. Dus die heb ik ook snel opgeborgen. En ook bij het klassend. Oeh, die zit er goed in. Even kijken hoor, of die eruit is ook. Ik ga even de onderkant weer opensnijden. Ik krijg hem er gewoon niet uit. De koekjesrommel bij passend erbij. Dus super leuk. Dus dat ga ik zo ook nog eventjes inrichten. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes aan de schoonmaak. Maar dit was eventjes dus wat er van de Libra was binnengekomen. Dus ik ga nu eventjes mooi poetsen. En ja, dan neem ik het hier straks eventjes mee met de andere dingetjes.
ik ben lekker klaar. Ik heb weer een heerlijk schoon huisje. Echt super fijn. Alles is weer helemaal schoon. Dus dat ging heel fijn. Ik heb volgens mij een vlekje op mijn bril. Ja, ik weet het zeker. Dat komt. Ik had van die raamspray. Daar heb ik mijn ramen even mee gewassen. En dat werkt heel goed, want ik had wat strepen. Maar, oh, ik zie nog wel wat strepen nu. Nou, dat moet even opnieuw zo. Daar ben ik niet zo blij mee. Maar dat is een beetje op mijn bril gespoten. Verder heb ik gewoon eventjes lekker de papiertjes bijgemaakt. Dat ging ook wel vrij vlot. Dus de crackers zitten in de doos. Alleen nog koekjes in de koektrommel. Dan is het helemaal compleet. En nog een plekje verzinnen. Maar ik wil onderhand de keuken helemaal gaan aanpakken. Ik heb daar heel veel plannen voor. Maar ja, dat zal toch even worden als het iets minder warm is. Want anders is het niet te doen. Maar voor nu ben ik wel weer tevreden. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ja, is het gewoon weer standaard. Hè? Ik weet er alles van. BNB vol liefde. Ik denk nog een tropenjaren. Ik moet de vlog inplannen. Ik moet nog een thumbnail maken. De laatste foto's even afbewerken. En mijn blogpost schrijven. Sowieso weer eventjes lekker een Netflix serie kijken. En daarna lekker flikken. Dus dat wordt het ook. Maar ik ga eerst even dat raam doen. Dan ga ik de was in de droger doen. Want die is klaar. Want ik had even de kleden zo gewassen. Dat is altijd wel lekker. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer bijzonders doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 28 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen even stofzuigen en de kattenbakken scheppen en een video voor jullie opnemen. Vind ik ook wel spannend, want het is voor mij ook een beetje een probeervideo. Maar we gaan het wel zien. Ik heb gisteravond naar Ik weet er alles van gekeken in de BNB vol liefde. Toen vroeg Nathalie of ik nog met hun Fortnite wilde spelen. We zaten in een pot van 4 mensen. Nathalie, Frank, Tom en ik zaten erin. We hadden kroontjes gewonnen. Dat kwam vooral ook door Tom, want Tom die kan heel goed Fortnite spelen. Die heeft echt heel veel mensen neergehaald. Ik was op een gegeven moment al mijn kroontjes kwijt, want ik ging natuurlijk weer dood. Zoals het bij mij betaamt, maar we werden wel een paar keer goed eerste. Dus ze hadden echt wel heel goed gespeeld. En ik deed eigenlijk vooral mee voor de lol, omdat ik dat tempo absoluut niet kan bijbenen. Maar het was wel even heel gezellig. Ik heb de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Ik heb een blogpost geschreven. Is ook allemaal goed gegaan. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En deze Netflix-serie, ik snap van seizoen 2, ik snap er bijna niks meer van. Het is elke keer als het is afgelopen, het is zo weird. Maar het longt me ook alweer dat ik echt denk, oh yes, ik mag morgen verder kijken. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Ik heb daarna Flikken gekeken. Dat eindigt ook weer heel spannend. Vanavond weer het vervolg. Dus nou ja, ging eigenlijk allemaal wel lekker. Dus eigenlijk een prima avondje. Dat was het ook wel. Ik heb nog even een bestelling gedaan bij de IKEA. Want ik had wat dingen gezien die hadden ze niet in de winkel. En online wel. Kon je alleen online kopen. Dus als goed is komt dat van het weekend. Maar dat zien jullie dan wel. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik zorgen dat de video erop komt. Dus ik neem jullie gewoon mee vandaag. Dus dat is voor nu de planning.
Nou, ik ben even lekker aan het filmen geweest. Zoals ik zei, ik vond het een klein beetje spannend, omdat dit video's zijn waarin ik altijd hoop dat ik alles goed uitleg en dat het goed overkomt. Ik zal vanavond even de beelden bekijken en mocht het dan niet helemaal goed zijn, kan ik het altijd nog eventjes wat bijwerken. Maar ik denk op zich dat het er wel goed uitziet, althans dat hoop ik. Ik heb nog lekker eventjes schilder op nummer gedaan. Dat was wel heel lastig, want het was heel veel kriegelwerk, omdat ik echt een paar hele kleine stukjes had. Maar dat wordt ook wel steeds mooier nu er meer kleur op komt. Dat is wel heel leuk om te zien. Is op zich een prima middagje. Alleen ik voel dan altijd een beetje de stress, want ik lag dan in bed. En toen zat ik al helemaal in mijn hoofd, zat ik, oh, met die video opnemen. Dan zat ik al helemaal te bedenken hoe ik dat wil doen. En dan denk ik van, loslaten, je moet nu gaan slapen. Maar dat vind ik dan altijd heel erg lastig. Maar nou ja, ik ga vanavond even kijken of het allemaal goed gelukt is. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb vanavond frietjes met kiphaasjes, dus dat is wel lekker. Vanavond ga ik weer kijken naar, ik weet er alles van. Ik hoop nu wel een andere spot spelen, want het is nu al 2 avonden op rij dezelfde. En ze is ook niet, ja, ze wijst elke keer de verkeerde aan, dus ze is elke keer alles kwijt. Sowieso weer even de B&B vol liefde. Misschien nog gamen met de groep, maar anders ga ik Tropiara even kijken. Ik wil de video dus alvast even gaan nakijken en daarna ook eventjes mijn foto's bewerken. Ik ga lekker verder met mijn Netflix-serie en daarna weer lekker het vervolg van Flikken. Dus dat wordt ook verder de avond, dus niet heel spectaculair of zo. Pakketje weet ik nog steeds niks van DHL. Ze zijn nog steeds in onderzoek, dus ik hoop wel dat het een beetje snel duidelijk is. Want ik heb het nodig wat ik heb besteld, dus ja. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder eigenlijk toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag, het is 29 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen, namelijk met een collectie van Essence. Ik weet nog niet precies wanneer deze online komt, maar ik ben deze aan het testen en ik wilde er graag een video over maken. Dus dat is al gelukt. Ik heb echt een hele stijve nek en schouder, dus het doet echt heel veel pijn. Maar ja, goed, daar zal ik even doorheen moeten. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van en daarna de B&B vol liefde. Dus dat was eigenlijk gewoon weer een beetje de avond. Ik heb nog even Animal Crossing gedaan. Ik heb een afleveringetje van Tropiaren gekeken, dat was wel leuk. En daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken. Daar moet ik nog even een nieuwe voor maken, bedenk ik me nu. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken die steeds gekker wordt, waarvan ik nog 5 afleveringen heb en dan is die klaar. En ik heb Flikken gekeken en dat was een mooi vervolg. Dus dat was wel heel spannend. Vandaag op de planning. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik een tafeltje in elkaar zetten die ik bij de IKEA heb gekocht. Ik weet niet of het heel veel werk is of zo, maar dan ga ik jullie meenemen, want die wil ik dus hier in huis neer gaan zetten. En dat is dus eigenlijk weer eventjes een nieuw experiment. Er komt morgen ook nog wat voor binnen wat ik er ook op wil hebben staan. Maar daar moet ik eventjes op wachten. Maar ik zet hem wel gewoon alvast in elkaar. En dan ja, ga ik jullie daarin meenemen. Dus ik ga nu eventjes wat dingetjes doen. En dan gaan we zometeen kijken als ik het tafeltje in elkaar ga zetten. Nou, hier is hij dan. De doos met mijn pakket. En deze ga ik nu proberen in elkaar te bouwen. Dus ik hoop dat het lukt. Dus daar gaan we nu mee aan de gang. En dit is hem dan, het tafeltje. Het is dus gewoon een dienblad, je kunt hem er ook afhalen. Hier heb ik dus deze accessoires op, maar er komt morgen dus nog wat voor binnen.
wat ik er dan nog bij zet. Maar ik vind hem voor nu wel echt super leuk. En nu ga ik even wat drinken, want ik heb nu wel een beetje een droge mond. Maar ja, ik vind hem echt super leuk staan zo. Dit krukje staat nu overigens hier. Daar ga ik dan mijn kleren opvouwen die ik heb aangehad. Zoals mijn pyjama en zo. Dus dat vond ik ook wel handig. Alleen deze moet even blijven. Kan prima zo, dus stop. En nu ga ik eventjes diamond paint met deze ijsmotje latten. Dus daar ga ik even lekker van genieten. Dus ja, ga ik hier even lekker mee aan de gang. Daar heb ik ook wel weer zin in. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb nog steeds wel een hele stijve nek. Dus ik hoop wel dat het nog iets wegtrekt. Want het doet best wel pijn. Daardoor kan ik me wat moeilijker bewegen. Daarom vond ik het lezen gisteren ook niet zo fijn. Maar ik hoop dat het iets afneemt. Ik heb lekker eventjes mijn diamond painting gedaan. Ik ben nu met allemaal witte steentjes bezig. Het is zo leuk om te zien hoe je dan vooruitgang boekt. Hoe het er steeds mooier uit begint te zien. Ja, ik vind het echt een superleuk iets. Ik vind het ook echt jammer dat ik er nooit eerder aan ben begonnen. Maar goed, je bent nooit te laat om ergens aan te beginnen. Of nooit te oud om ergens aan te beginnen, moet ik zeggen. Ik vind het echt superleuk. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Ik ben zo blij met het tafeltje hiernaast. Ik vind het zo leuk. Ja, zoals ik al zei, er komt dus morgen nog wat voor binnen. Maar dat was nog een beetje een dingetje, maar dat zal ik morgen wel eventjes uitleggen. Nou, heb ik al bericht gehad van DHL. Het was vandaag de laatste dag en nu hadden ze er weer ingezet dat ze het onderzoek moeten oppakken. En ik heb echt gewoon nog steeds... Oh, ik heb nu een bericht. Ik ga even kijken wat daarin staat. Oké, nou ja, ik moet het dus met de afzender oppakken. En die moeten het weer oppakken met DHL, maar dat heb ik dus al gedaan, want die hebben ook al een onderzoek ingestart. Dus daar heb je dus echt ook helemaal niks aan. Is echt wel een gedoe. Dus ik ga hun maandag wel weer eventjes mailen dat ik het met hun verder moet afhandelen. Maar ja, volgens mij hebben hun ook nog steeds geen terugkoppeling gehad, wat ik gisteren hoorde. Dus daar zitten ze ook op te wachten. Dus het is echt een hoop gezeik. Dus nog geen cappuccino. Gelukkig had ik mijn koude latte. Ja, dat was wel eventjes heel lekker. Het was ook niet zo heel veel werk, het tafeltje in elkaar zitten. Je kunt hem er dus gewoon zelf afhalen. Want het is de bovenkant dus ook een dienblad. Maar ik vind het echt super leuk. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer gewoon, ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. Ik ga wel de nagellak eraf halen, want die is een beetje beschadigd. Dus die gaat er strakjes wel af. Ik heb hier weer een vlieg in huis. Ik had gisteravond zo'n dikke vlieg. Er was muis mee aan het spelen. Nou, die heb ik maar even doodgeslagen. Want dat was volgens mij een strontvlieg, want die was groen. Verder vanavond video in elkaar zetten. Ik moet nog even één nieuwe foto maken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. Ik ga lekker verder met mijn Netflix-serie. En daarna ga ik beginnen aan glad ijs. En volgens mij heb ik hem dan deze week nog en volgende week. Want volgens mij was dat een dubbele uitzending. Maar dan moet ik even gaan kijken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 30 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is nu nog redelijk behapbaar buiten. Het is 22 graden. Ik heb wel het raam op het haakje staan, want hij waait dicht anders, want er staat een flink windje. Ik heb mijn pakketje van IKEA binnen, die zal ik zo even met jullie uitpakken. Gisteravond was eigenlijk gewoon weer heel basic. Ik heb, ik weet er alles van, gekeken in de BNB voor liefde. Ik heb nog eventjes gegamed. Ik heb nog steeds heel erg last hier van mijn schouder, dus dat is nog steeds wel een beetje een dingetje. Daarna heb ik een stukje van 5 tegen 5 gezien, geloof ik, zo heet dat. Maar toen ben ik ook mijn video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, het blijft heel gekkig, maar ik word er wel in meegezogen. Dus ik heb wel elke keer zin om verder te kijken. En daarna had ik glad ijs en heb het dan nu hierna nog één aflevering van. Dus dat is het ook wel. Ik had wel weer een spin gisteren. Ik stond eigenlijk op het punt om naar bed te gaan. Toen zag ik aan het gordijnstok in de gang een spin hangen. En dat was al een beetje gekkig, want ik had het idee dat die gisteren ging niet een beetje tussen de kieën van mijn voordeur. Maar ik drukte die voordeur dicht en die spin was nergens te zien. Dus ik wilde hem pakken met een toiletpapiertje. Toen raakte die spin mij aan. Nou, gillen natuurlijk. Nou, uiteindelijk heb ik hem te pakken gekregen, maar dat was alweer even een eng moment.
Dus ja, dat was wel weer eventjes gekker. Ik heb trouwens nog steeds bultjes op mijn voet. Maar het worden nu een soort, ja... Het is wel aan het genezen, merk ik. Dus ja, dat was het ook wel. Ik zal nu eerst even met jullie het IKEA-pakketje uit gaan pakken. Ik moet zometeen even wat opruimen. Even stofzuigen. Kattenbakken scheppen. De was moet even in de kast. Ik moet de kwasten even wassen. En dat is het dan ook wel. En daarna ga ik gewoon nog even verder in met mijn bullet journal. Maar ik zal eerst even het pakketje pakken om te laten zien. Ik had het gisteren al een beetje verteld. Ik had hele leuke LED-kaarsen gezien op de site van IKEA. En die hadden ze niet in de winkel. Dat was ook de laatste kans, want ze gingen eruit. Dus toen dacht ik, dan bestel ik ze online. En daar heb ik nog even wat bij mee besteld. Ik heb hier allereerst het setje met de kaarsen. Het zijn dus gewoon kaarsen die op een batterijtje gaan, denk ik. Maar dat gaan we zometeen even zien, want ik ga ze zometeen ook gelijk neerzetten. Maar ze zijn dus roze. Hier horen dus eigenlijk van die plaatjes onder. Ik kan hem even erbij pakken. Als ik hem zie hoor. Kijk, hier horen deze glasplaatjes eigenlijk onder. Maar die kon ik niet mee bestellen, dus ik had Nathalie een appje gedaan van goh, mocht jij toevallig in de vakantie nog bij IKEA komen, zou je willen kijken. En dat hebben ze ook al gehaald. Ze hebben twee van die plaatjes gehaald, dus die komen dan wel. Maar die ga ik zometeen wel even laten zien. Dan heb ik nog zo'n zak meebesteld. Want die vond ik zo handig. Ik dacht, die kan ik wel gebruiken voor mijn oud papier. Want ik heb nu een vuilniszak hangen waar ik helemaal krampjorm van word. Dus ik dacht, als ik deze nog ga gebruiken voor mijn oud papier. En ik heb zo'n zakje meebesteld. Dit is eigenlijk gewoon zo'n oldschool IKEA tasje. Maar daar wil ik mijn winkelwagenmuntjes in gaan doen. Want ik merk dat ik die altijd kwijt ben. En die kan je daar gewoon ook nog aan je sleutelbos hangen. Ik dacht, nou, als ik daar mijn winkelwagenmuntjes in kan doen, is dat top. Dus dat zijn even de spulletjes van de IKEA. De kaarsen gaan we zo gelijk even neerzetten. Ik denk dat ik die zak ook gelijk even ga inrichten. Dus maar eerst maar eventjes gaan stofzuigen en zo. Dan is dat klaar. Wel gezellig staan zo. Leuk met die kaarsjes. Ze branden ook leuk. Dus ja, ik vind het wel gezellig zo. En een nieuwe zak voor het oude papier. Die hangt hier mooi. Ik wil hem eigenlijk nog wel een ander plaatsje geven, maar ik weet niet zo goed waar. Dus voor nu hang ik hem maar eventjes hier neer. Het is een beetje lastig. Toch een nieuw plekje gevonden. In de meterkast hangt de zak nu. Want toch niet zo heel erg handig daar al in de keuken. Dus nu hangt hij mooi hier. Dus daar kan mooi het oude papier weer in. Thank you.
Zo, alles weer lekker klaar. Ik heb even lekker mijn boek bijgewerkt voor mijn blog en YouTube kanaal. Zover dus juli is af. Ik ben al bezig met een cover voor augustus. Maar het was tijd ook om op te ruimen, want de katten moesten ook zo eten. Maar ik ben wel super blij met mijn hoekjes ook. Ik zit er nou net een beetje voor natuurlijk. Maar ik vind het wel heel gezellig staan. Ik kan nog even laten zien hoe het eruit ziet als de kaarsjes aanstaan. Dat is misschien ook wel leuk. Zo ziet het eruit als de kaarsjes aanstaan. En die flikkert dan een beetje. Dus ik vind het wel zo leuk. Ik vind het gewoon veiliger met katten dan echte kaarsen. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel leuk zo. Ik doe ze natuurlijk even uit, want het is nog veel te licht voor kaarsjes. Volgens mij heb ik alleen bij de kleine niet al te sterke batterij erin gedaan. Want die ging al een beetje uit. Dus die zou ik dan weer even moeten vervangen. Maar ja, dat moest dus even met het schroefje. De was ligt weer boven in de kast een deel. Ik moet nog wel weer een deel meenemen, maar ik kon niet meer meenemen nu. Dus dat ligt alweer netjes terug. Nou, de zak hangt voor het oude papier, waar ik ook wel blij mee ben. Want het was zo'n doorn in mijn oog, die zak die in die keuken hing. Dus ik ben eigenlijk wel blij met deze oplossing, zo hoe ik het nu heb gedaan. En die zakken zijn echt ideaal. Ja, op de site gebruiken ze ook, zeg maar, om in prullenbakken te stoppen. Zou ik dat niet doen om er echt mijn vieze afval in te doen? Dan gebruik ik toch liever wel echt wegwerpzakken. Want ja, ook bakjes van vlees en zo. En de zakjes van het kattenvoer. Dat is gewoon super vies als dat in zo'n zak komt. Maar ik ben er wel blij mee. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb nog één aflevering van Jachtseizoen staan. Die was vorige week. Die was een herhaling. Heb ik nooit gezien. Met Babette Verveen en Katje Schuurmans. Die ga ik even kijken. Ik ga Hudson en Rex kijken. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte al afmaken. Ik had een beetje weer wat struggles nog steeds met de laptop. Ik dacht ook dat hij wat strepen in beeld gaf. Dus dat was wat minder fijn. Maar het was maar even heel kort. Dus nou ja, als het maar kort is, is het prima. Zolang het niet hinderlijk wordt om mee te werken, is het prima. Ik ga sowieso lekker mijn serietje kijken vanavond. En op Netflix en Roziger en Wodka Lime. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga je dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik moet ook vanavond dringend het kaartje van mijn camera legen. Dus ik ga nu toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 31 juli. Ik zit even op de bank. Ik moet even mijn batterij verwisselen, want die is leeg, zie ik. Nou, ik zou gisteravond eigenlijk gaan kijken naar het jachtseizoen, maar ik kwam erachter dat er een wedstrijd was van voetbal. Ajax-PSV voor de Johan Cruijffschaal. Ik ga het er verder niet over hebben, want ik ben zwaar teleurgesteld, want Ajax heeft verloren. Dus dat was even een fikse tegenvaller. Maar daar heb ik dus naar gekeken. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Toen vroeg Nathalie en Frank of ik nog meedeed met een potje Fortnite. Toen hebben we nog even Fortnite zitten spelen. Toen ben ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Die is ook echt voor het grootste gedeelte al klaar. Dus dat is wel lekker. Toen ben ik mijn serietje gaan kijken op Netflix. En daarna Roze Geur en Wodka Lime. Dus dat was wel lekker. Ik heb de ventilator volgens aanstaan. Maar ik heb het een beetje... Dus ik ga hem eventjes een standje achter zetten. Het is regenachtig buiten. Maar ja, onder het mom van het huis nog steeds door laten waaien. Had ik hem wel aangezet. Maar ik heb het gewoon een beetje koud. Het is regenachtig, dus ja, dat is wel lekker. Ook wel even goed voor de bloemetjes en zo. Dus aangezien het aankomende week toch weer wat warmer wordt, is dit wel lekker. Ik ga zo stofzuigen, de kattenbakken scheppen, even de groenten afhalen en even een gehaktballetje draaien voor morgen. Ik wil nog even diamond painten, dan ga ik fotospullen uitkiezen. Misschien boven nog even iets opruimen en dan ga ik even mijn foto's maken. Dat wordt het ook wel, dus niet een hele spannende planning, maar ook wel lekker, want het is zondag. En eigenlijk hoef ik op zondag ook niks. Ja, de rest van de week natuurlijk heb ik ook niet echt verplichtingen, maar voor mezelf zit het in mijn hoofd dan heel erg van ik moet dit doen, ik moet dat doen. Dus dat wil ik eventjes gaan doen. Dus ik zal jullie straks even de foto's willen laten zien. Maar nu ga ik eerst even stofzuigen en zorgen dat het hier weer een beetje aan kant is. Dus ik ga daar eventjes mee aan de gang en dan zal ik straks even fotospullen laten zien. Zo, ik heb de fotospullen. Ik heb hier allereerst een Glam & Doll Sensitive Volume Mascara. Ik heb daar de eyeliner van getest, die vond ik heel fijn. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de mascara. Dan heb ik hier een Poreless Skin Blurring Putty Primer van Essence.
En ik ga het highlighterpalet van de Primark fotograferen met 4 soorten highlighter. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Dus ja, dat ga ik nu mooi eventjes doen. Ik heb net even lekker gediamond paint. Ging ook wel weer lekker, dus ja, dat was fijn. Dus nu eventjes foto's maken. Zo, ik ben klaar. Goh, toch nog best productief geweest. Groenten afgehaald, gehaktballen gedraaid. Ik heb mijn oplader van mijn iPad even schoongemaakt. Mijn brillenkoker, de binnenkant, die laat een beetje los. Dus er zit een hele plaklaag. En elke keer als ik hem vastplak, zit hij wel weer even vast. Maar het is echt voor tijdelijk. Ik moet gewoon even een druppeltje lijm ertussen doen. Maar nu zat dus van de week de oplader van mijn iPad daar helemaal in vast. En ik had het geprobeerd schoon te maken met een doekje. Volgens mij vliegt hier iets. Maar goed, dat werkte dus niet, want ik kreeg die plaklaag er niet af. Dus toen heb ik wat stikkenverwijderaar overheen gedaan. Dus hij pikt niet meer, maar het is wel een chemisch scheurtje. Maar die is ook weer helemaal schoon. Nou, even lekker diamond painting gedaan. Dat was ook weer eventjes heel lekker ontspannend, want ik ben nu ook een beetje bij de onderkant bezig. En dan kan ik weer een heel stuk verder, dus dat was wel lekker. Toen heb ik de foto's dus gemaakt. Ik heb boven even nog wat opgeruimd. Nieuwe paletten ligt weer in de bak. Even de cadeaukaart opgeruimd die ik van Frank had gekregen. Nou, dat soort dingen. Toen heb ik eventjes het bonnetje ingescand van mijn e-reader. Want dat had ik ook nog steeds niet gedaan. En dat moest ook even gebeuren. Want ja, dat vervaagt natuurlijk heel snel. Dus die heb ik ook gelijk eventjes in de scanner gelegd. Zodat die ook weer eventjes... Ik volg de vlieg. In ieder geval veilig op mijn computer staat. Dat, ja, als er nog een keer wat mee moet wezen en je hebt dat bonnetje nodig en hij is vervaagd, heb ik hem in ieder geval op de computer staan. En ja, dat was het ook wel. Dus ik vond het wel genoeg. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb nog steeds heel erg last van mijn nek. Maar die pijn die trekt steeds verder mijn rug in. Dus ik heb vanochtend werd ik een keer op tijd wakker. Toen heb ik er een kussentje onder gelegd. En dat ging op zich wel. Toen heb ik nog wel weer eventjes goed geslapen. Maar dat blijft wel een dingetje. Ja, vanavond, zoals ik er nu naar kijk, denk ik dat ik dan het jachtseizoen even ga kijken in de meilandjes. Of het moet zijn of er nog gevraagd wordt of ik mee wil gamen. Dan ga ik waarschijnlijk wel meedoen, want dat vind ik altijd wel gezellig. Ik moet sowieso even mijn nagels lakken. Ik heb hier een hele scheur. Kijk, zien jullie die scheur? Eigenlijk moet ik deze even kort wieken. Dat is wel jammer, hij is echt super stevig, maar er zit dus een scheur in. Dus dat moet ik eventjes doen, mijn nagels. Ik moet sowieso foto's bewerken. Ik wil even een planning maken voor de video's voor augustus, voor YouTube. Want ik merk dat het heel onrustig is in mijn hoofd. En als ik die planning heb staan, dan heb ik gelijk wat meer rust. Dus dat wil ik sowieso eventjes doen. Het kan zijn dat er af en toe misschien een extra video online komt. Moet ik eventjes kijken hoe ik dat wil gaan inplannen. Ik ga sowieso lekker mijn Netflix-serie kijken. En vanavond is weer tijd voor flikken, dus dat wordt het ook. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. En ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 1 augustus. Augustus alweer, jongens. Wat gaat het hard. Ja, ik heb even de laptop aanstaan. Natalie die appte mij om te vragen of ik even wat kon checken voor hun account of ik hun hoorde. Maar ik ben in ieder geval klaargemaakt. Ik heb een lipstick op. Ik ben er niet heel erg van onder de indruk, maar misschien komt het nog. Hij is vrij licht. Maar op zich, het is niet verkeerd, maar ik ben normaal meer van de fellere kleuren. Ik ga zo lekker aan de gang. Ik moet even kijken of er een was in de machine moet. Ik moet de kattenbakken nodig doen. De gang en de douche aan de beurt. Dus ik ga jullie meenemen. Het is vandaag ook het laatste dagje dat het nog behapbaar is buiten. Want vanaf morgen wordt het weer een stuk warmer. Ik ga dus dat straks eventjes doen. Ik heb gisteravond... de aflevering van het jachtseizoen gekeken. Dat was een herhaling, maar die had ik nooit gezien met Babette van Veen en Katja Schuurman. Was wel even leuk om terug te zien. Daarna even een aflevering van de Meilandjes. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is groen. Ik had volgens mij een lakje gepakt. Ja, jullie hebben deze wel eens voorbij zien komen. Is gewoon van het eigen merk van Kruidvat, de High Gloss. In de kleur 200 Palm Leaves, dus vond ik wel leuk. Verder heb ik mijn foto's bewerkt. Dat is allemaal gelukt. Ik ben lekker verder gegaan met mijn Netflix-serie. Nog 2 afleveringen, dan is het klaar. Ik heb flikken gekeken, dus dat was het ook wel. Verder is er niet zo heel veel gebeurd. Ja, ik heb heel erg last hier onder mijn ogen. Het is heel droog. Voelt niet zo heel fijn aan, dus ik weet weer niet waar het vandaan komt. Ik
slaap tegenwoordig met een extra klein kussentje onder me, omdat de pijn niet te hard is in mijn schouders en in mijn nek. En het zit allemaal hartstikke vast, dus dat is wat minder. Ik wacht eigenlijk nog op een mailtje, want het bedrijf van die het dekseltje zou opsturen, die ik had besteld, dat waarvan het pakketje kwijt is geraakt, hebben nu bericht gehad dat DHL zegt, wij hebben het bezorgd, heb je het ontvangen? Ik zeg, nee, ik heb niks ontvangen. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ze een nieuwe op gaan sturen, anders is het weer weggegooid geld. Dus ik weet gewoon niet hoe het allemaal gaat lopen. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval gewoon meenemen. Dus ik ga nu mooi eventjes aan de gang, des te eerder ben ik klaar. Dus even een muziekje aan en gaan. Even een kleine tip van Flip voor jullie. Ik heb hier mijn eyeliner. Zoals je ziet is die een beetje uitgedrapt. Het is zo'n liquid eyeliner van Max & More. Die ga ik dus nu weer activeren door een beetje lenzenvloeistof erin te doen. Als je geen lenzen draagt zal het een beetje lastig zijn. Maar je kan ook oogdruppels gebruiken. Dus ik giet hier gewoon een beetje in. En dat ga ik dan een beetje schudden. Als ik het dekseltje opkrijg met één hand. Nee. Dekseltje erop. Schud ik hem een beetje door. En dan is die morgen weer gereactiveerd voor gebruik. Want dan is die weer wat nat. Ik zal het even laten zien. Ik moet even een dopje eraf halen natuurlijk. Zoals je ziet zit er nu heel veel vloeistof bovenop. Maar dat trekt nu helemaal door de eyeliner in. Dan heb ik morgen weer een eyeliner die ik kan gebruiken. Zodat ik hem in ieder geval op kan maken. Nou, alles is weer klaar. Ik was 4:30 pas klaar. Dus dat is op zich... Ja, later dan ik normaal klaar ben, maar ja, dat moest ook allemaal weer even goed gebeuren. Ik was ook niet echt vooruit te branden, moet ik zeggen. Ik voelde mezelf een beetje sloom. Het is warm, toch al wel weer. Ik dacht eigenlijk dat het niet zo warm zou worden, maar hoe warm is het geworden? 21 graden, het zou bewolkt zijn, ik zie zon. Dus ik had het toch wel warm, want ik had dit leuke shirtje aan van de modemeisjes van 2012. Ik heb toen een ontmoeting gehad met Josh V en Marie Taylor, als ik het goed zeg. Marie Taylor volgens mij heet zij. Maria Taylor. Die kwamen toen de tijd een keertje bij de Lakeside en toen had ik dit leuke shirt gekocht. En toen heb ik hun handtekeningen gekregen. Nou, dat was allemaal super leuk. Heel blij mee. Maar het was toch wel warm met dit shirt. Ik ben in ieder geval blij dat het klaar is. Ik heb de mat eventjes gewassen, want ik had het idee dat daar wat op gedaan was. Ik kon het niet helemaal thuis brengen, maar die heb ik wel even uitgewassen. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik zo lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Ik Weet Er Alles Van en de B&B Vol Liefde. Misschien dat ik nog een tropenjaren kijk. Ik ga wel eventjes kijken of er moet nog gevraagd worden of ik mee ga gamen. Kan ook allemaal. We gaan het wel zien. Ik wil sowieso even de video van morgen in elkaar zetten. Want ik ben gisteren met de planning bezig geweest. Toen kwam ik erachter. Wow. Ik heb maar 4 zaterdagen waarin video's online komen. Dus ik heb nou volgens mij... Ja, ik heb volgens mij sowieso 2 extra video's ingepland. Van er morgen eentje van is. Maar goed, dat zullen jullie dan wel zien. Als deze vlog online komt, staat die video natuurlijk al online. Dus dat... verder ga ik lekker verder kijken naar mijn Netflix-serie. En heb ik het vervolg weer van de aflevering van Flikken. Dus eigenlijk een prima avondje. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik moet ook mijn blogpost nog schrijven vanavond. Dus ik heb nog genoeg te doen. Maar nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen.
een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 2 augustus. Ik ben klaargemaakt. Het is gelukkig iets minder warm als ze voorspeld hadden. Ze hadden 28 graden voorspeld. Het is hier 25 graden, dus dikke prima. Ik ga zo meteen boodschappen doen, maar ik weet nog niet hoe laat. Dus dat ga ik zo meteen wel horen. Het goede nieuws is dat ik vanavond weer mijn cappuccinootje heb. Kijk eens wat er zojuist is aangekomen. Het dekseltje voor mijn cappuccino. Voor mijn melkopschuimer. Nou, heel gedoe geweest. DHL was het pakket kwijt. Uiteindelijk heeft het bedrijf gisteren gezegd, we willen je het graag nasturen. Hebben ze gedaan en nu is die aangekomen. Een weekje later, anderhalve week later dan eigenlijk de bedoeling was. Ik ben nu wel zo dat als ik ergens iets wil bestellen, ik wel heel bewust ga kijken waar versturen ze mee. Want ik heb nu deze ervaring met DHL. Die is niet fantastisch. Dus ik ben er niet... Oké, moet dit? Je likt al mijn make-up er weer af, hè? Heel erg blij mee zo. Wil je ook even in beeld? Zeg maar wat. Zeg maar hallo. Hallo. Ik ben muis. Ja. Dus ja, daar ben ik nu wel wat bewuster van. Want ik heb wel zoiets van, ja... Weet je, het is nu goed opgelost door het bedrijf. Maar ja, je weet ook niet wat een ander bedrijf zou doen. Ik heb gelezen ook later bij de reviews... dat dit bedrijf vaker deze problemen heeft met DHL. Dan denk ik toch, misschien moet je dan toch gaan kijken... of je een andere vervoerder zou willen gaan proberen. DHL komt over het algemeen al niet als de beste uit de bus. Dus ik vind het wel een risicootje, maar oké. Ik ga zo meteen even stofzuigen en kattenbakken scheppen. Je bak scheppen. Dan ga ik even wachten op mijn coach. En ik weet nog niet hoe laat, dus dat zie ik wel. Gisteravond heb ik gewoon weer naar Ik weet er alles van gekeken. En de BNB vol liefde. Daar weer lekker van genoten. Ik heb een spelletje even gedaan. Ik krijg een heel lief cadeau voor mijn moeder. Die hebben ze zondag gekocht. Maar dat ga ik nu niet vertellen. Want die krijg ik volgende week donderdag. Die gaat mijn vader meenemen. Volgende week donderdag gaan we weer wat leuks doen. Maar dat is allemaal pas voor volgende week. Ik heb de video in elkaar gezet. De IKEA shoplot die staat online. Ik heb de planning gemaakt. En ik kreeg een beetje stress. Want ik heb meer video's. Ik wil soms te veel in één maand. En dan hebben we maar een bepaald aantal zaterdagen. Dat ik denk, ja, dat gaat hem niet worden. Maar oké, ik heb het nu een beetje opgelost. Ik heb lekker mijn Netflix-serie gekeken. Wow, echt. Vanavond de allerlaatste uitzending. En ik weet gewoon niet hoe ik het heb. Zo spannend. Dus ik kijk daar met heel veel plezier naar uit. Ik heb lekker flikken gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Dus wat dat betreft prima. Ik ga nu stofzuigen. En ik neem jullie straks even mee naar het centrum met de boodschapjes. Thank you.
Zo, weer thuis. Al een tijdje hoor. We moesten even nog wat dingen doen. Hebben even koffie gedronken. Geklept. Hier achter me wordt gegeten. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. We hebben in de aanbieding toiletpapier. Dat gaat ook altijd zo hard er doorheen. Broccoli. Nou, eventjes mijn latte op schuimmelk. Want ik ga natuurlijk weer aan de cappuccino. En ik denk dat die andere niet meer echt goed is. Frikandellen. Flesje cola. Een bak boter. Slaapinken. Satépikker. Want ik heb satéetjes gekocht. Het vlees althans. En dan kan ik ze zelf rijden. Dan ga ik gewoon lekker eten. Donderdag. Kapvoer. Spekjes. Multivitamine. Die van mij waren bijna op. Voor in de pot. Dropjes in plaats van de paasgeitjes. Koffiemelkcupjes. Die zijn gewoon 15 cent, of 13 cent duurder geworden. Een zakje met deen. Die wou ik heel graag bij de IKEA meenemen, maar dat vond ik ze zo duur. Toen dacht ik bij Lidl, dan heb ik daar een zakje gekocht. Dan ben ik even bij de HEMA geweest. Daar heb ik een schattige pen gekocht van Nijntje. Daar heb ik nog 4 kleurtjes van de Elschaai meegenomen, want die waren nu 1,50. Dus ik heb deze. In de kleur Purple Peach. Dan hebben we deze. Dit is Scara Red. Dan hebben we Smoky Salmon. Die waren dus nu 1,50 euro. En de laatste die ik heb, dat is Rosy Gold. En ik heb een nieuwe kruik, want ja, ik heb nogal vaak buikpijn. En toen zag ik deze. En hoe leuk is deze? Een lekkere fluffy kruik in de vorm van een kat. Dus superleuk. Je kunt hem aan de achterkant ook openmaken. Hij kan er ook uit. Maar je kunt hem gewoon vullen aan de bovenkant. Dus dat is fijn. Toen ben ik bij de goudtrenet geweest. Er waren de bonen in de aanbieding. Dus ik heb daar bonen gehaald. Ze zijn super mooi. Ze waren nu 99 cent voor 400 gram. Dus ook echt super goedkoop. Nou, satévlees dus. Daar kan ik dus zelf mooie satéetjes van doen. Nou, volgens mij is het eten hier bijna op. Aardappeltjes. Chocomel. Uiercreme. Ik heb de laatste tijd een hele droge huid. Dus hier moet ik een keer uiercreme proberen. Had ik niet meer gehad toen ik die allergie kreeg van de zon. Want dan was dit ook heel fijn geweest. Dus die heb ik gekocht. Prachtige patatjes. En ik heb een flesje of een pakje met de Ruiter chocoladehagel puur. Die voor mij is nog niet op. Maar aangezien ik dat nu wel vaker gebruik. En de Ruiter is wel even een lekkere in de aanbieding. Dat was alles voor deze week. Ik ga nu eventjes lekker opruimen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Dan ga ik vanavond weer de BNB Vol Liefde kijken. En ik weet er alles van. Misschien nog een tropenjaar. Of er moet nog gegamed worden. Moet ik even kijken. Ik ga sowieso weer mijn Netflix serie natuurlijk kijken. Laatste uitzending. En flikken. En ik moet vanavond vlog afmaken. En ook weer mijn foto's bewerken. Dus dat is het ook. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat de rode button. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!